Ik bevind me vandaag tussen de intellectuele Fien Fleur van Nijmegen. Hier in de aula wordt namelijk de Frans Kellendonkprijs uitgereikt aan Arnon Grunberg. Gerrit Komrij zal de laureaat toespreken. Kunt u ons uitleggen wat het belang is van Frans Kellendonk? Waarom zouden studenten van nu hem moeten lezen? Ik denk omdat Frans Kellendonk een van de schrijvers is die al in een heel vroeg stadium een aantal vragen aan bod liet komen. Rond ja, de verhouding van wat betekent literatuur in de maatschappij? Hoe serieus moet je zijn als schrijver? Hoe ernstig ben je te nemen? Of moet je juist alles ironisch brengen? En daarnaast is het gewoon een ongelooflijk goede schrijver. En met name Mystiek Lichaam is een fantastisch leuk boek nog altijd. Een van de eerste prijzen die ik ontving was de Anton Wachterprijs. Wat schept voor u een groter genoegen? Dat honderdduizenden mensen uw boeken lezen of dat u een prijs toegekend krijgt zoals vandaag? Vind ik moeilijk te zeggen. Ik denk uiteindelijk is een prijs als deze, die ik, omdat ik Kellendonk heel erg waardeer, alleen al daarom zeer sympathiek vind. Vind ik eigenlijk, zegt mij meer dan de verkoop van boeken. Maar ik denk sowieso dat je ten opzichte van beide fenomenen enige afstand moet behouden. Nou werd door de juryvoorzitter ook gewezen op de overeenkomst tussen uw werk en dat van meneer Kellendonk. Heeft u zich ook door hem laten inspireren? Dat weet ik niet. Ik denk dat je door heel veel dingen die je leest geïnspireerd wordt. Zowel door wat je goed vindt als wat je niet goed vindt. Maar ik denk dat zijn nadenken over ironie en het serieus nemen van ironie, dat is wel iets wat ik belangrijk vind en wat mij ook aanspreekt. Allereerst een hartelijk welkom aan onze spreker van vandaag, Gerrit Komrij. Meneer Komrij, u had het in uw lezing over de rollen die door mensen gecultiveerd worden, het spel van imago's. Is er een moment geweest in uw leven waarin u zelf alle maskers afgeworpen heeft? Alle maskers afwerpen, dat is toch ook niet iets wat je graag wil delen met veel mensen. Hè? Ik denk dat je nog het meeste alle maskers afwerpt. Niet natuurlijk op de begrafenis van je moeder natuurlijk, maar als je heel erg kwaad bent, als je echt ziedend bent van woede, dat je niet alleen in staat bent om iemand te slaan, maar ook te wurgen. Ik geloof dat je dan heel dichtbij komt aan je ware ik. Vandaar dat het toch wel een zegen is dat er zoveel maskers zijn. Valt de rol van schrijverschap of de rol van schrijver u zwaar? Als ik zeg dat het me niet zwaar viel, hetzelfde zijn als wanneer iemand die op een paard zit en niet in het zadel kan blijven zitten en er voortdurend uitgegooid wordt en met zijn neus op de grond valt, zou zeggen ik vind paardrijden zo geweldig. Dus ik vind schrijven niet geweldig, want het is toch een worsteling om in het zadel te blijven en niet met je neus in het zand te belanden.